Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben weer bij Noor. Het is nu inmiddels 2:30 al, dus het is eigenlijk helemaal geen goedemorgen meer. Maar we hebben allemaal nog eventjes een middagdutje gedaan samen met Olivia. Dus dat was heel chill. Net even gegeten en ik ga zo naar een bokswedstrijd. Dus ik moet eventjes mezelf bij elkaar rapen. Ik ben redelijk brak. Dus, huppakee. Dat staartje is zo lief. Bibi heeft Olivia een staartje gegeven en ze loopt met een riem van Noor. Mama! Waar is mama? Ik ben richting Almere gereden. En ik zoek even een fum. Ik ben zo brak vandaag. Ken je die brakheid? Dat je echt 100 keer kan douchen. Maar dat je er absoluut niet schoon op gaat voelen. En de enige parfum die ik in de auto heb liggen is Cool Water. En als ik iets smerig vind, is het die geur. Maar goed, ik haal even Keizer op. Tenminste, hij wilde wel zelf rijden, maar we wilden niet allebei alleen naar binnen. Dus toen dacht ik, nou dan rijd ik naar je toe en rijden we er samen heen. Er zit een soort regenboog over de maan heen. Moet je kijken. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Nee, helemaal niet zelfs. Maar goed, ik wacht dus even bij hem. Ik heb mijn haar niet eens gekamd, joh. Dat kan echt niet. En dan ga ik richting die sporthal. En Stan is zoals goed is ook. En Nessim en QC. Dus dat is gezellig. Ik ben net aangekomen in de sporthal. En we hebben een hartstikke gezellige dag. Ik vind dat soort avond altijd echt super gezellig. En uiteindelijk maakt het mij ook echt nooit uit wie er wint of zo. Maar ik vind het gewoon leuk om te zien. En de sfeer vind ik leuk. En dat je altijd gewoon mensen tegenkomt. Dus het was echt een hele leuke avond. En ja, nu ga ik lekker slapen. Ik ben echt super moe. En de klok is vannacht een uur teruggegaan. Dus eigenlijk heb ik dan een uurtje langer slapen. Omdat ik natuurlijk de stad in was. Profiteer daar niet echt van, want het is niet dat ik eerder ben gaan slapen of zo. Dus dat is jammer. Ik was vandaag zo brak, dus deze vlog is een beetje kloten. Want ik heb eigenlijk alleen maar, ja, ik ben wakker geworden. Ik heb dutjes gedaan. Ik heb niet eens avond gegeten. Daarom heb ik zoveel honger. Anyway. En nu ga ik weer lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Morgen wordt een hele leuke dag. Want dan zie ik Kai eindelijk weer. Kai Gorgels. Die heb ik super lang niet gezien. Dus we gaan even lunchen. En s'avonds is de finale van Holland's Next. Dus dat vind ik ook leuk. Daar heb ik zin in. Dus tot morgen.